Ass on the back, look like Lap, sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe Goldfish. Level 22. Eigenlijk level 23, maar ja, eigenlijk is het nog niet helemaal, hè. We gaan lekker spelen en we gaan kijken of we, ja, hoeveel potjes we gaan doen. Trouwens, 1 of 2 natuurlijk. Ligt aan hoe lang het potje bezig is. Maar ja, de bedoeling is wel dat ik... ik heb al pech eigenlijk, hè. Dat ik, oh, what the fuck, zeg. Ja, wat moet ik er gaan doen? Mission, denk ik dan toch maar. Ik kan niet even zeggen van... Dat zou mooi zijn, hè? Als je zoiets hebt dat je nu al kan klikken, maar dat het niet werkt zolang je nog geen level 23 bent. Dus automatisch wordt het dan op level 23, zou het dan range zijn. Dat zou echt super makkelijk zijn natuurlijk, maar ja. We gaan lekker verder in ieder geval. Even kijken of misschien nog wat challenges zijn te halen. Ondertussen kun je natuurlijk een duimpje omhoog geven, want dat steunt me natuurlijk enorm. En even kijken hoe het zit met die model geval. Nou, ik heb die... 300 kills met dat ding. Ja, je moet 500 passen. Je ziet het. Je krijgt zo weinig, hè. Je 1000 kills. Je krijgt eigenlijk niks qua challenges. Maakt het eigenlijk wel mooier. Headshots maak je niet zo heel veel. Moet je toevallig naast iemand staan of zo, dat hij niet in de gaten hebt. Maar ja, we gaan wel kijken. Mission is de volgende. Ik heb eventueel ook Stealthy-class. Tenminste, Stealthy-class. Ik speel dan met Assassin. Want, ja... Blind Eye, als je daarmee speelt. Zonder Sleight of Hand, volgens mij is dat ding echt helemaal niks. Gewoon klaar. Helemaal niks, nul nada. Dat is, maakt het ook wel leuk, dit, weet je. We gaan even kijken of we of wat kunnen halen. Ja, toch? Je weet maar nooit. Het zou wat zijn als je zo'n MOAB haalt, hè, met een model. Hè. Ik ben de enige die dat echt ken, voor mijn gevoel, is meneer... maar ik was wel... Ja, en weer gerankt. Even kijken, dan ben ik gering. Even kijken. Kom maar. Oh, teringleiers. Oké, even kijken hoe en wat. Ik moet even switchen naar mijn... ik ga daar weg hier. Jezus. Even kijken naar midden. Yep. Strikken, verstrikken bouwen. Ik zag er iemand lopen. Ik heb checken. Oh! Dat had ik niet verwacht. Even kijken of we zitten. Oh! Daar zit hij! Ja! Ja! Dat zag ik echt niet. Nou ja, maakt niet uit. Bloedcampertjes ook, hè. Even kijken hier. Oh my god. Gasten zijn ook al super slecht. What the fuck? Loetenzooi. Zijn ze nou hier of links? Links of rechts? Kut. Flanken. Ja, ik heb er niks aan, hè. Dat kan nooit, Chris. Dat kan niet. Dat kan niet. Zeg maar, dat kan niet, jongens. Maar, ik moet je eerst... Ik wil flanken. Ah, kut, ja. Ik wou echt voor die kill gaan, zag je? Dat is echt kut, jongen. Oh, een hind. Natuurlijk een hind. Want, ja... Hoe kan het dan zo achter staan weer? 4-8. Ik kan hier weinig beschutting.
Jezus. Fishy UK. Hey, Fishy UK. Bij de tegenstanders toch? Of niet bij mij? Fishy UK. Haha. Ziet maar weer hoe belangrijk naam Fish is, jongens. Dat is echt zo super belangrijk. Jongens, even. Oké, dat is nice. Ik ga echt voor die kill. Ja. Yep. Let's go. Kijken of ze kan flanken. Yep. Yep. Oké. Wow, wow, wow. Even kijken. Oké. Oh, nee. Nee, jij was doorgelopen. Oh, we hebben assassin. Die zag ik dan. Wat raar. Ik zag iemand daar verderop. Zo dat ik dacht van nou. Hey, even kijken of ik in de care packers nog wat krijg. We gaan verliezen. Dat is in ieder geval duidelijk. We gaan nog wel een potje erbij doen hoor. Ik krijg de kleren. Maar ja, 8, 12, 7, 14 en 7, 15 is natuurlijk niet echt heel erg lekker. En dan is het... Nou, ik kreeg hem echt vol op mijn bakkes. Jammer. Maar ja, maakt niet uit. Het is 10-7. Lastig. Ja, die gasten gingen zo hard. Ja, de laatste drie bij mij. Splitscreen newbies spelen. Yeah! Woo! Nou jongens, ik ga nog een potje doen. Dus blijf kijken. Ik ben zo bij jullie terug. En hier ben ik natuurlijk weer. Met Goldfish natuurlijk. En we gaan Team Deathmatch spelen op de map Seatown. Heb ik zelf gekozen. Boven Resistance eigenlijk. Express. Ik heb wel Assassin erop gezet. En ik heb natuurlijk Range erop gezet. Ik hoop dat dat echt wel helpt. Je ziet het er staan als... ja, attachment hè. Is het eigenlijk. Range. Dus ik hoop dat het een beetje beter gaat dan. Niet dat het meteen... Dat je van de ene kant aan de andere kant van de map een kill kan maken. Maar toch. Laten we zeggen dat het iets dichterbij is. Nou, dat is heel raar. Nou, kom op. Je hebt fucking druk hier, zie ik al, ja. Nou. Waar zitten ze dan? Daar zit er één. Hier zit niemand. Oh. Die had het heel druk daar. Ja, ja, ja. Hup. Hey! Jij hebt echt ultralag. Dat kan toch niet anders? Dat kan toch bijna niet anders als je zoveel, als je zo je mis? Hé? Hé? Huh? Dat kan echt bijna niet gewoon. Zo. Nou, even eromheen lopen. Ik zie al die dingetjes oplichten, zeg maar. Yes. Yo, dat gaat lekker. Oh, er zit er eentje te campen daar. Oh. Nee, dat ga ik niet doen. Hoe kan ik dat beste doen? Hier omheen.
kut daar. Een, ja. Nou maar. Hé? Overkill. Oh, ze zijn gekwit. Kijk, vandaar. Ik denk dat ze zitten zoeken, jongens. Naar die gasten. En waar ze zijn. Hup, even hierboven leggen. Hup, daar. Want je weet maar nooit. Ik kan er eentje flanken. Even care packages pakken. En IMS. Altijd leuk om die dingetjes... Hallo? Oké. Okay. Nou. Gaat trouwens dik winnen nu. Altijd handig een UAV'tje, maar... Waar, oh, waar zitten ze? Eentje gaat naar boven daar. Ze zijn echt super slecht deze gasten. Oh, kut. Moet je naar boven? Ah, kut. Ik wou het gaan proberen. Ik probeer gewoon wat uit. Hè. Kijken wat die range is van die model. Sommige mensen denken van, je bent niet zo slim bezig. Maar ja, dat is logisch natuurlijk, want... ja, je weet natuurlijk niet hoe zo'n wapen is, hè. Ik weet het eigenlijk niet, weet je. Je probeert eigenlijk een beetje uit te zoeken. Zo van, wat doet een wapen, hè? Wat kan een wapen? Wat is de range? Wat is de dingen? Wat kan hij? En dat moet je dus gewoon even... Jezus. Jezus! Oh, 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 oh! Double kill. Kijk, dat is wel een hele nice ding. Hup. Nou, dat is, ik heb wel pech elke keer. Of niet? Elke keer precies eentje voor de dood. Maar ik, ja, 17-6 is eigenlijk niet zo heel slecht zo. In TDM gewoon. Weet je? Het is gewoon nice. Even kijken, wat is dit? Een Overwatch. Oké. Okay. Nou, ik kan mijn ratio nog een beetje omhoog gooien. Oh, wel normaal lopen. Even kijken hier. Oh, hey. Waar zitten ze? Waar zitten ze? Nou. Ja, tuurlijk. Dat is eigenlijk niet zo heel erg slecht. Het is een heerlijke lobby natuurlijk. Ja, 1 op 0-16. Dat is niet een hele beste ding. Maar 23-6 is eigenlijk best wel baas, vind ik dat, toch? Nou, het is niet super goed of zo. Maar het is toch nou, het is niet zo heel slecht. Veel kills gemaakt met de shotgun. En range is het dan wel, hè, voor nu. Even kijken, nou, we zijn al bijna richting 24 zelfs. Nou, we gaan eruit helaas. Ik zou er bijna even willen blijven. Maar ja, ik moet toch de wedstrijd even afsluiten. Jongens, geef gewoon een duimpje. Ja, toch? En we zien jullie weer over een paar dagen. Bij Goldfish. En natuurlijk andere series. Die komen ook nog online. Hey jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.